goedemiddag. Het is op dit moment bijna 2 uur Georgische tijd, 12 uur in Nederland. Ik heb vanmorgen samen met Sjors en Peter uit de eerste intake gehad hier in het Eliava Instituut in Tbilisi, Georgië. Ontzettend interessant, maar aan de andere kant ook spannend. De intake met de dokter, aan de hand van de problemen waarom ik hier gekomen ben, zijn heel duidelijk. Ze hebben goed afgenomen van het ziel. De Nederlandse verpleegkundigen nog wat van leren, want dit bloedprikken voel je echt helemaal niet. En na het bloedprikken hebben ze geluisterd naar de longen. Die waren niet schoon, dat kwam duidelijk naar voren toe. Waren echt, er zitten bronchitis, dat is wel duidelijk. En daarna heb ik samen met Sjors en Petra een meeting gehad met David Struyua, de managing director van het instituut. Dat was heel vruchtbaar en dat gaan we gewoon uitwerken. En morgen